Nou, wat ik wil laten merken is dat wij uh, ontzettend trots moeten zijn op onze uh, Nederlandse uh, veehouderij. Dat geldt eigenlijk voor de hele landbouwsector. Uh, de boeren die staan uh, zeven dagen in de week voor dag en dauw op om uh, voor ons uh, voedsel te produceren. En uh, ja, zij verdienen uh, dat wij naast ze staan in plaats van dat we uh, tegenover ze staan. Ja, en daar is LTO Nederland het ook mee eens. Om onder de aandacht te brengen dat veel boeren het beste met hun dieren voor hebben, komen zij met een online campagne. Wij als boeren zijn gestart met deze actie, hashtag boeren van dieren. Er wordt veel geframed over onze sector en wij laten zien dat het dierwelzijn het belangrijkste is voor het dier, de boer en de burger. Heel veel dingen kloppen ook gewoon niet en we willen met elkaar ook laten zien hoe het er nou echt aan toe gaat. Hoe wij van, uh, met onze dieren omgaan en hoe wij ook houden van onze dieren. Ja, dit is inderdaad een gepassioneerde uh, boer dan. Maar soms zien we natuurlijk ook op internet en op televisie filmpjes voorbij komen van de slechte omstandigheden in uh, de stallen. Dan ziet het er niet best uit. Um, is daar dan niks van waar? Nou, kijk, als het. Laten we beginnen om te zeggen dat een boer moet gewoon goed voor zijn dieren zorgen. En dat geldt niet alleen voor de boer. Dat geldt ook voor de bedrijven die daarna in de keten bezig zijn met ons voedsel. Daar ga je met respect mee om. En op het moment dat er misstanden zijn... dan hebben wij een Nederlandse voedsel- en wareautoriteit en die moet ingrijpen. Maar het is onacceptabel als er mensen of als er organisaties zijn... die zich menen boven de wet te kunnen stellen... en illegaal een stal in kunnen gaan, illegaal beelden op kunnen nemen... en soms, moet ik erbij zeggen... Ook wel gemanipuleerde beelden. Maar goed, dat los daarvan, als ze er iedere naar, naar binnen gaan, dat, dat snap ik. Maar als dat de misstanden zijn die daar zijn, dan is het toch ook goed dat het aan het licht komt, denk ik. Uh, dan moet je dat melden dat als er misstanden zijn en dan hebben we onze eigen organisatie die, daar, die daar op toe moet zien. En we hebben nu al een aantal keren gezien dat er uh, filmpjes op internet uh, zijn. De NVWA gaat controleren en die treft daar hele andere zaken aan. Uh, dus uh, dat kan absoluut niet aan de orde zijn. Ja, okay.